We staan hier bij het monument ter nagedachtenis van de burgerslachtoffers door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog in Den Helder. En voor mij zijn drie lange rijen met slachtoffers. Dat zijn er totaal 50. En er zitten hele schrijnende verhalen bij. Daar liggen bijvoorbeeld twee kleine stenen en daar staat familie Kramer. En even verderop nog twee stenen familie Kwak. Dat waren buren. En die hebben een voltreffer op hun huis gehad in de Van Spijkstraat. Waarbij van het ene familie Kramer zijn er 6 mensen omgekomen. En de familie Kwak zijn er 4 omgekomen. Totaal 10 slachtoffers. Er zijn meerdere. Je ziet een stenen familie van Vuren en de familie van Buren. Wat was daar nou mee aan de hand? De familie van Vuren die woonde op de burgemeester Houwingsingel. En die zijn door het grote zware bombardement van 24-25 juni 1940 zijn ze gevlucht. En die dachten, we gaan lekker schuilen op de Korte Vliet bij een boer van Buren. En terwijl ze daar zaten, was er een bombardement op vliegkamp De Kooi, waarbij een bom bovenop het huis viel. En toen is de familie van Vuren, vader en moeder, zijn omgekomen. En van de familie van Buren, dat was de boer, zijn vader en moeder en een kind omgekomen. Dus waren weer 5 slachtoffers. En zo zijn er meerdere verhalen te vertellen over wat die mensen allemaal niet meegemaakt hebben in de oorlog.